en welkom bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en het is een beetje, nou het is koud, maar het is niet echt helder ook. Het is een beetje donkere lucht, een beetje rare lucht hangt er. Niet echt donker ook weer, om weer te zeggen, maar het is een beetje, ja, een beetje bewolkt ziet het er een beetje uit. Het ziet er een beetje raar uit, het is een beetje raar weer is het. Nou, ik kreeg net een berichtje, er staat nog een chocoladeletter op me te wachten. Dus ik rij zo even naar mijn werk toe, om even die chocoladeletter op te halen. En dan ga ik daarna eventjes... ik moet ook nog even tanken. Ik heb bijna geen benzine meer, dus ik moet gelijk even naar de pomp om hem even vol te gooien. En dan gaan we wel weer zien wat voor dag het vandaag wordt. Vandaag maar één vlog. En ik ga niet de deur uit. Ik blijf vandaag eens even een lekker dagje thuis. En ik ga thuis een beetje rommelen en rotzooien. Gisteren ja, was kloten met de livestream. Was, ja, ik weet niet wat er met mijn programma aan de hand is. Waarmee ik stream. Ik heb problemen, hij doet het niet, af en toe dan valt hij uit helemaal. Ik weet niet wat er met OBS, want dat is het programma waar ik mee werk. Ik weet niet wat er mee aan de hand is. Ik wil toch proberen om mijn internetkabel erin te doen. Dat ik gewoon, dan kan ik gewoon op de telefoon en op de PlayStation kan ik gewoon... via mijn wifi en op mijn pc gewoon met een vaste kabel wil ik gaan werken. Misschien heb het nut, misschien heb het geen nut. We gaan het wel zien, we gaan het allemaal uittesten van de week eventjes. Kijken of dat het lukt, kijken of dat het niet lukt. En dan gaan we het wel zien. Ja, het is jammer dat het niet werkte, want ik had wel weer ontzettend zin om een livestream van Metro Simulator te doen. Dus toen ben ik s'avonds... Gisteravond ben ik maar een ander spel gaan spelen. Maar Grand Theft Auto nog even 2 uurtjes gestreamd. Ik ga alvast mijn schoenen even aantrekken. Ik moet geld meenemen. Mijn rijbewijs moet ik meenemen. Ga ik eerst eens even die tanken en even die letter even ophalen. En dan ga ik wel de rest kijken wat het wordt vandaag. Het is volgens mij wel, ja, het is wel droog. Maar het is heel slecht... ja, het is een beetje bewolkt weer. Dus we gaan het wel zien. Dat ik vanavond ga livestreamen, weet ik nog niet. Dan moeten we even kijken wat we vanavond gaan doen. Misschien gaan we wel weer Skype. Internetten of Skype streamen. Maar ja, met dat programma OBS weet je het natuurlijk nooit. Dus ik moet eerst even kijken wat er met OBS aan de hand is. Dat wil ik eigenlijk vanmiddag dadelijk als ik terug ben. Wil ik daar eens naar gaan kijken. Waar ik, of dat ik ergens de fout kan vinden. Ik heb net even een PC scan gedaan. Even kijken of dat er... ik kreeg de laatste tijd nogal veel rotzooi en fouten. En ja, virusberichten. Dus die heb ik ook eventjes even allemaal... ik heb even gescand. Heel mijn computer even nagekeken met de scan. En dat is inmiddels ook weer goed, gelukkig. Dus die kan er ook weer tegen. Nou, ik ga hem even neerleggen. Ik ga eventjes tanken en even naar mijn werk. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels bij 3 en 3:15. En ik ben even naar mijn werk geweest. Ik ben mijn check. Oh, laat ik mijn check weer in de auto leggen. Dat is ook altijd hetzelfde. Verdorie. Kijk. En dan komt die flapdrol weer.
Kijk, en dan komt die flap erom weer. Altijd als hij maar een klein gaatje ziet, dan wil hij de benen nemen. Maar dat gaat niet gebeuren, want je gaat gewoon lekker naar binnen. Kom op, move. Eigenwijs beest, hè. Het is zo eigenwijs het, hè. Zo, die is dicht. Hè. Zo. Nou, ik ben weer thuis. Ik ga de vlog van gisteren moet ik nog maken. Die van de kerst is al klaar. En ik moet nog even één videootje opnemen. Wat een werk. Ik heb hier nog pepernoten liggen van gisteren. En ja, dus de Sinterklaas is gelukkig weer voorbij. Waarom zeg ik gelukkig? Dan heb je tenminste dat gezeur niet van die gasten zoals Quincy van de antipieten dinges. Ik word helemaal doodziek van die lui en die Sylvana Simons. Echt, ik word zo ziek van die mensen. Het zijn zulke zielige figuren. En maar in de slachtofferrol blijven hangen. En maar een kinderfeest verpesten. Want het is gewoon een kinderfeest verstieren is het. Als ik naar het buitenland ga, dan moet ik ook mijn eigen aanpassen aan het land. Maar ja, goed, genoeg geklaagd. Het is gelukkig weer even een jaartje voorbij. Die hele pietendiscussie. Ik word daar helemaal gek van. Ik ga even lekker de computer aanzetten. En dan ga ik even alles in. Ga ik even alles even klaarzetten voor een video. Ik moet nog even een videootje opnemen. En misschien ga ik nog wel eventjes. Ja, ik denk dat ik nog wel even een paar pepernoten pak. Dus vandaar gaan wij lekker eventjes op ons gemak hier even een beetje. Ga ik nog een beetje computeren en zo. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 6:30 en ik ga even lekker een hapje eten. En dan gaan we vanavond Feyenoord kijken. Die moet thuis spelen tegen Napoli. Dat is de laatste wedstrijd in de Champions League. Want helaas hebben we alles kansloos verloren. Met niet echt goed voetbal. Ja, Champions League is gewoon te hoog gegrepen. Maar dat is niet alleen voor Feyenoord. Dat is een Nederlandse club in Europa. Nederlandse clubs horen niet meer in Europa thuis. Dat is het helaas. Dat is de trieste conclusie. Maar het is eenmaal zo. Ja, er zijn mensen bij die sluiten de ogen ervoor. En die willen dat liever niet horen. Maar het is niet anders. Het is gewoon zo, jongens. De Nederlandse clubs zijn gewoon niet goed genoeg meer in Europa. En dat is een trieste conclusie. Anno 2017. Maar zo zit het eenmaal in elkaar. Het is jammer. En de mooie wedstrijden die we vroeger gehad hebben. En natuurlijk in 2002 met de UEFA Cup toen Feyenoord won. Dat is helaas heel ver achter ons. En ik ben bang dat die tijd ook niet meer terugkomt. Maar goed, we gaan vanavond kijken. Het enige wat nog... te verdienen valt, dat is premie. Alle wedstrijden dus verloren. 0 punten uit 5 wedstrijden. Dus ja, dan maar die ene premie. Laten we het dan maar doen tegen Napoli. Laten we dan even die 3 punten pakken. Dan hebben we in ieder geval nog een premie. Krijgen we nog een soort bonus. Want bij elke wedstrijd die je wint in de Champions League krijg je een bonus natuurlijk. Dit is trouwens mijn chocoladeletter. Die heb ik nog gehad van mijn werk. Die ben ik vanmiddag opwezen halen zoals ik jullie al verteld had. En zo, ik bots even keihard tegen de muur op. Ah, oh, ja, die muur die geeft niet mee hoor, maar. Dus ja, laten we het hopen. Maar ja, Feyenoord miste een heleboel spelers. En nou zag ik vandaag dat Feyenoord mist ook Nelom. Nou, of dat je daar nou echt verdrietig van moet worden dat Nelom niet meedoet tegen Napoli. Nou, ik vind het eigenlijk meer een godzegen dat
Nelon niet meedoet tegen Napoli. Want Nelon is nou niet echt de allerbeste verdediger. En hij maakt de laatste tijd nou niet echt een goede indruk. En ja, sommige supporters kunnen daar niet tegen. Hè? Als je dan kritisch bent, dan zeggen ze van ja, je bent aan zijn zeiker. En dan word je zelfs nog uitgemaakt voor Ajax supporter. Want je eigen spelers mag je niet afvallen. Nou, het is gewoon zo, jongens. Het is gewoon zo. Het is gewoon de keiharde waarheid. En ja, sommige mensen kunnen maar moeilijk tegen de waarheid. Als je dan zegt dat Nelon een flut verdediger is. Een verdediger die er echt helemaal totaal niks van kan. Dan word je nogal gauw. Ja, worden mensen kwaad op je. Omdat ze er niet tegen kunnen. Terwijl ik even gewoon met mijn schoenen gewoon even op het bed ga staan. Ja, moet gewoon kunnen. Dus vandaar. Nou, morgen gaat mijn auto weg. Ik weet niet of ik dat al gezegd had. Volgens mij wel. Maar morgen ga ik mijn auto wegbrengen. Dan moet ik weer naar Noord. En dan krijg ik mijn auto een but. En mijn auto wordt gelijk nagekeken. Want de remmen piepen. Je hoort af en toe die... Die weesnaar hoor je tekeer gaan. De deur die is kapot. Deurklink is kapot. Dus dat moet allemaal gerepareerd worden. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat het prijskaartje gaat worden. Ik ben ontzettend bang op weer een torenhoge rekening. Ik ben er gewoon bang voor. Want ja, het kost gewoon een hele hoop geld. En een heleboel poen kost het. Dus ik ben bang dat ik weer diep in de buidel moet tasten. Ja, zo is de decembermaanden altijd duur. Ja. Nou ja, gelukkig doe ik niks aan kerst. Dus het geld wat ik niet aan het cadeautjes hoef te spenderen voor mijn familie. Want mijn familie die, ja, die zie ik bijna nooit. Dat kan ik dan weer uitgeven aan de auto. Zo simpel is het gewoon. Nou, de jongens die zijn aan het eten. Ik ga ze zo nog even schoon water geven. En dan ga ik er vandoor. Ik ga jullie nog even een lekker hapje eten geven. Zal ik jullie nog even een hapje eten geven? En een beetje vers water. En dan als ik dadelijk weer terug ben, dan krijgen ze een lekker stokje van me. Om ze te belonen. Nou, ik ga het even lekker hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 9:15. En bijna 9:15. En we gaan dadelijk beginnen aan de wedstrijd. Feyenoord tegen Napoli. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat we ondanks alles toch 3 punten kunnen halen. En dan hebben we tenminste nog een beetje prestige geld. Maar ja, ik ben benieuwd. We gaan het wel zien. Het is niet echt een wedstrijd waar, meer voor, waar het om gaat. Maar het is echt een prestige wedstrijd. En ja, ondanks alles hoop ik toch dat ze winnen. Want met 0 punten uit 6 wedstrijden. Alle wedstrijden verloren. Dat zou niet best wezen. Dus we gaan het wel zien. We gaan het wel afwachten. Ik ben net even bij mijn buurman geweest. Even op visite geweest. En een oude kennis van me even naar het metrostation gebracht. Anders moest een meisje weer in de kou naar het metrostation. Dus ik heb ze even bij het metrostation afgezet met de auto. Dus ik ben benieuwd, jongens. Oh, ze schakelen nu over naar de Kuip. Kijk, daar is het. Koude Kuip. Ik zit lekker warm in ieder geval. En we gaan wel zien wat het wordt. Ik spreek jullie dadelijk als de wedstrijd begonnen is en als er wat gebeurd is. Ik spreek jullie dadelijk. Zo, en het is inmiddels rust. Het staat 1-1. Kwamen na 2-3 minuten kwam Feyenoord alweer met 1-0 achter. Maar daar was hij dan hoor. Daar was hij weer. Nicola Jurgensen met de 1-1. Er zit een nieuwe, jonge, talentvolle verdediger van Feyenoord. Malatia heet hij. Geweldige speler. Ik heb echt van hem genoten. En ik hoop dat Gio dat ook ziet. En dat hij voortaan
lekker deze speler erin zet in plaats van Nelom, die geblesseerd nu is. Maar zo, wat is dat een stuk of 30 keer beter als Nelom, zeg. Dus lekker Malatia erin. Prima voetballetje. Prima voetballetje, heerlijk. We hebben ze toch nog wel, die goede verdedigers. Nou, ik ben nog eventjes bezig. Ik zou eigenlijk nog een videootje opnemen. Ik kan nog even niet verder met uploaden, maar dat doe ik later doe ik dat. Ik ga het, morgen het filmpje opnemen en dan kan ik morgen kan ik hem online zetten. En dan kan ik ook weer verder gaan met uploaden. Ik moet nog even twee video's editen en dan ben ik weer klaar. En dan ben ik weer helemaal bij. En ja, kan ik gewoon lekker rustig languit achteroverleunend video's weer opnemen. Speciaal voor jullie, want voor jullie doe ik het natuurlijk. Dus er komen nog een hele hoop leuke video's. Ik zeg het nogmaals, want het is echt zeker te weten de moeite waard om op mij te abonneren. Even schaamteloze zelfpromotie. Dus ja, dat moet ook gebeuren. Even schaamteloze zelfpromotie. Maar er komen echt nog hele leuke video's aan. Te beginnen met aanstaande dinsdag. Dan ga ik naar de Efteling. En die vlog die zal ongeveer 2-3 dagen na de 12e. Dus ongeveer rond de 15e zo ongeveer zal die online komen. Het is geen vlog. Het is een aparte video wil ik ervan maken. En er komen ook nog heel veel onrides wil ik gaan filmen. Dus wat dat betreft reden genoeg om te kijken op mijn kanaal, op mijn YouTube kanaal aankomende maand. Nou, ik ga weer even verder en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en de wedstrijd is afgelopen en we hebben met 2-1 gewonnen. Yes! We hebben met 2-1 gewonnen van Napoli. Doelpunt een paar minuten voor tijd. Ja, het was heerlijk. Ik ben helemaal compleet uit mijn dak gegaan. En fantastisch. Eindelijk weer eens een keertje. We zijn in ieder geval niet met 0 punten. Ja, eruit gevlogen. We hebben tenminste nog de laatste wedstrijd lekker gewonnen. Ja, het was heerlijk zeg. Fantastisch. Ik ben echt hartstikke blij. Ik ben hartstikke blij. En ja, het was fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Ik kan niet zeggen nog een bureau-show op het einde met fakkels. Kippenvel. En dankzij Sint Juste hebben we, die maakte de 2-1. En hebben we gewonnen vandaag, jongens. Ik ga dadelijk nog even een filmpje opnemen. Dat moet ik nog doen vanwege mijn verjaardag. Dus die kunnen jullie even kijken. Die hebben jullie al gezien al. Die hebben jullie al gezien. Die ga ik dadelijk even opnemen. En ja. Dat ga ik even doen. En ja, dan ga ik nog even editen hier. Ik ben helemaal klaar. Ik heb de vlog van gisteren heb ik ook al klaar, dus ik moet wachten tot deze vlog klaar is. En dan kan ik die ook erop zetten. En dan hoef ik ze alleen nog te uploaden, maar dat is zo gebeurd. En ik moet dan nog de video even editen voor mijn verjaardag. Kan die film niet rechtstreeks opnemen, want jullie weten het. Op de dag dat ik jarig ben, dan ben ik in de Efteling. Dus vandaar dat ik die video even eerder opneem. En dat ga ik nou even doen. Ik ben in ieder geval hartstikke blij. Wat een opluchting. Eindelijk de 3 punten voor Feyenoord. Voor mijn clubpie. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik zie nou Gio. Nou Gio. Ik weet niet. Ik moet even het geluid aanzetten. Even het geluid wel zitten, want dat je toch punten haalt in de pool. Twee voor het vertrouwen van het team. Natuurlijk keihard geweld elke wedstrijd en uiteindelijk met lege handen. Nou, vandaag niet. Dus het is voor de ploeg ook goed en voor de club uiteindelijk.
Nou, er zullen ook mensen zeggen, ja. Hij zag er een beetje emotioneel uit. Ja, maar dat, ja, dat moet net goed vallen. Ik bedoel, vorige wedstrijd. Nou, dat was Giovanni van Bronckhorst. En fantastisch. Ik ben in ieder geval hartstikke blij. De poesjes die zijn er nog. Hallo Dribbel. Hallo Boquito. Boquito, waar ben jij? Boquito. Hey, ouwe poes. Oh, ik denk dat ze wel trek hebben in een lekker stokkie. Ik denk dat ze dat wel lekker vinden. Zal ik dat eens even gaan doen? Ik ga dus even een lekker stokkie trekken voor jongens. Zo. Hoppakee. Kijk, ik heb nog een lekker stokje voor ze. Ik zal ze even een lekker stokje geven. Zo. En dan moet ik hier nog even iets openmaken. En dan... Ja hoor, dan valt hij op de grond, dan gaat hij niet. Ik kwam hier... Hey, zag je dat? Even met snel met zijn pootje. Als ik het... gefilmd heb, dan doe ik het een herhaling ervan. Zo. Dan moet ik het nog even zo doen. Want... En dan ga je heel even wachten, Boquito. Want ik vind het niet leuk dat jij alweer raar gaat lopen doen. Gekke kat. Rustig aan. Zenuwenleien. Hier. Kijk, moet kijken. Een zenuwenpees. Je krijgt heus wel hoor. Nee. Jammer hè. Jammer hè. Nee, ik krijg hem niet. Nee. Ik krijg hem lekker toch niet. Kijk, daar komt hij hoor. Daar komt hij hoor. Ja, nou heb je hem. Driepje ook een stokje, hè? Driepje moet altijd een beetje lief zijn. Driepje, goed, moet ik even op zijn gemakje altijd stellen. Driepje, die eet hem net zo in één keer op. Hier, lekker stokje. Ga hem eens even lekker opeten, jongens. Zo. Lekker hoor. Eet stokje op. Dribbel. Kijk. En ik gun het Boquito niet dat hij twee stokjes krijgt, want hij eet gerust die van Dribbel op. En dat gun ik hem niet. We moeten alles delen. Als ik een stokje aan Dribbel geef, dan is het niet de bedoeling dat Boquito ermee aan de haal gaat. Hé? Eet hem nou eens even lekker op. Goed zo. Kijk, dat willen we. Hé? Ouwe vriendjes. Nou, ik... Ik ga het er eventjes neerleggen en dan kom ik zo terug bij de grande finale. Ik spreek jullie allemaal dadelijk. Tot zo. Zo, en het is bij tweeën. En ik ga naar bedje toe. Het is alweer mooi geweest voor vandaag. Ik heb een video opgenomen. En ik moet hem alleen nog editen. Ik was nog niet tevreden over de edit, want ik wou nog een muziekje onder doen, maar daar ben ik nog niet helemaal tevreden over, dus dat moet ik even overnieuw doen. Ik moet nog even over verzinnen hoe ik dat het beste kan gaan doen. Dus dat gaan we wel zien morgen vroeg op. Ik had eigenlijk al op bed moeten leggen, want om 7:30 gaat het wekkertje alweer, dus over 6 uurtjes. Dus ik ga echt slapen. Want ik moet morgen vroeg op, want ik moet morgen de auto wegbrengen. Die gaat naar de garage, dus ik ben benieuwd wat de prijs gaat worden. En wat er allemaal aan mankeert. Hij piept, hij kraakt. Het is niet goed in ieder geval. Dus ik ben benieuwd wat het prijskaartje gaat worden. Dat is eigenlijk mijn grootste zorg op dit moment. En... Nou ja, we gaan het in ieder geval wel zien. En dan kan ik in ieder geval aanstaande dinsdag naar de Efteling. Nou, bij deze dus deze vlog voor vandaag.
Jongens, ik zou zeggen iedereen de groetjes. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen de groetjes allemaal. Tot morgen en tot een nieuwe vlog. En ik spreek jullie allemaal weer. Hè. De groetjes allemaal. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.